We hebben morgen in de tuin van Jacana organiseren we een health, wellness en fitness fair. En dat is eigenlijk een bewustwordingsproces wat we willen starten. En het is inderdaad fit en fun, klopt. We beginnen eigenlijk morgen vanaf 11 uur, eindigen om 7 uur. En het is een bewustwordingsproces waarbij we vooral ons richten op bewegen. We willen vooral dat mensen bezig zijn met hun gezondheid. Dus gezond eten, gezond drinken, maar vooral ook bewegen. Ja. Wat is de drijfveer geweest om zeg maar met zo'n programma te starten? Eigenlijk is de drive gekomen na de Caribische Wellnessweek. Daar hebben we met een groepje over zitten brainstormen. Van hé, er gebeurt wel wat, maar nog niet voldoende. En wij hebben ervoor gekozen om een balans te zoeken in health, wellness en fitness. Omdat je eigenlijk een balans nodig hebt. Je hebt eigenlijk elke dag een balans nodig. Dus balanceren in iets minder zout, iets minder suiker. We kunnen een beetje gratis gaan bewegen. En dat kan elke zondag bijvoorbeeld in de, op de Dr. Sofie Raadmondstraat. Die is afgesloten. Je kan natuurlijk naar de Cultuurtuinlaan. We kunnen in verschillende buurten gaan lopen. Dus bewegen hoeft niet, het hoeft niet duur te zijn. Ja, ik kijk naar me voor vrij. Want er wordt vaker aangegeven. Als ik moet gaan bewegen, dan moet ik een speciale een broek daarvoor hebben. Een speciale t-shirtje. Dat een speciale gimpje daarvoor. Anders kan ik dat niet doen. Nee, dat is helemaal niet nodig. Je hoeft niet ergens naartoe te gaan om te bewegen. Je kan ook thuis bewegen. Je kan ook om je huis en in je huis ook bewegen. Net zoals Vanessa daarnet zei. Op zondag is de Dr. Sofie Redmondstraat afgesloten. Je kan ook wat eerder opstaan. En daar naartoe gaan en gaan. Is er een bepaalde mate van discipline daaraan verbonden? Dat moet je voor jezelf eigenlijk wel creëren. Want als je zegt ik ga het doen en het blijft alleen maar bij zeggen, dan komt er niks van. Als we praten over het gezond eten, ja, gezond drinken, wat wordt er concreet daarmee bedoeld? Dat je erop let dat je niet te veel zoet naar binnen krijgt. Dat je in plaats van een limonade misschien iets natuurlijks pakt. Een marcousa-sapje. Zonder suiker. Of dat je een ander soort sapje drinkt. Maar dan zonder suiker. Omdat in vruchten al vruchtensuiker zit. En je hoeft geen toevoegingen eraan te doen. Ja. Daar moet je gewoon op letten. Ooit eens sprak ik met een wetenschapper. En die zei me, in Suriname gebruiken we in het bijzonder veel zout. Ja. Absoluut. Ja, er is te veel zout in ons absoluut eten. Absoluut. Ja. En we zijn allemaal gek op Maggi Blok. Ja. En dat is, heeft ook nog wel wat extra toevoegingen. Dus daar moet gewoon op gelet worden dat we, als we lekker eten, en we houden in Suriname allemaal van lekker eten, dat we gewoon minder zout en minder vet gebruiken. Want alles wordt in diep vet gedaan en het moet een beetje zwemmen. Want die bami moet lekker zijn en het moet glibberig zijn. Het kan ook met minder. Er zijn allerlei manieren om met minder te koken. Minder zout, minder zoet, minder vetten. We moeten het gewoon allemaal proberen. En je begint bij jezelf. Je kan niet zeggen van, goh, mevrouw Vrij heeft op tv gezegd, ik moet dit doen. Dat kan niet. Je moet voor jezelf nagaan en aanvoelen dat het ook op een andere manier kan. Ja, het kan ook op een andere manier. Dan kan je naar mevrouw Limon. Mevrouw Limon, we kennen dit toch? Maar ja, volgens mij jaar ik ben, ja, maar baam is ook baar. Not nog zang aan meer. Dus waarover hebben deze vrouwen eigenlijk? Want ja, er is niks met me aan de hand. Nee, klopt. Kijk, wij willen geen moraalridders zijn. Absoluut. Ja. Wij houden ook allemaal van lekker eten en van zoet. Maar we beseffen wel dat, zeker bij het ouder worden, dat er een aantal, er komen hart- en vaatziekten. Er is overgewicht en het begint veel jonger nu. We zien veel dikkere kinderen. En we beseffen ook dat er minder kinderen gaan fietsen, omdat ons verkeer het gewoon niet toelaat. Er zijn een aantal aspecten die natuurlijk bij de overheid horen. Ja. Zoals veiligheid op straat en fietspaden. En misschien ook sportcentra in buurten. Ja. Maar wat we zelf kunnen doen, en Judith zei het net al, er zijn dingen die wij moeten doen. En wij van het maatschappelijk middenveld zeggen van, wij gaan vooral doen. We brengen de sporten iets dichterbij met ons event.
Er is een golfclinic bijvoorbeeld. We brengen die sport dichterbij. Je kan workshops doen. Er is van alles. Het is echt een event van doen. Het is een bewustwordingsproces. En dat, daarom hebben we er ook jaren voor uitgetrokken. De komende 10 jaar willen we ons sterk maken voor het bewustwordingsproces. En er komt ook een vorm van healthy cooking. Want iets minder zout, iets minder vet. Je merkt het verschil niet, je proeft het verschil niet. En er zijn genoeg ondernemers die dat bewijs kunnen leveren. Het andere is, tuurlijk, ja, we zijn het gewend en nee, ik ben niet ziek. Maar dat weet je niet, omdat je niet hebt laten testen. Je hebt je niet laten testen. Dus pas als je je laat testen, kom je bij de resultaten en dan ben je te laat. Je bent te laat als je hoort dat je hoge bloeddruk hebt. Je bent te laat als je hoort dat je cholesterol te hoog is. Dus eigenlijk is dit preventief. Als wij een gezonde bevolking hebben, hebben we mensen met veel meer energie. Veel hogere productiviteit. En we halen direct de druk af van de gezondheidszorg. Daar zijn de kosten al mega hoog. Dus wij zoeken ook het partnerschap bij de overheid. Maar ook bij de verzekeringsmaatschappij en alle andere organisaties. Ook de fitnessorganisaties, andere sportorganisaties. Laat ons dit samen doen. En we zijn absoluut, we houden van veel praten. Ook van lekker eten. Maar we zijn absoluut van het doen. En daarom doen we dit ook gewoon. Daarom doen we dit ook. Het is, wanneer wordt dit allemaal gehouden, mevrouw Judith? Aanstaande zaterdag, dus morgen en overmorgen, in de tuin van Jacana. Hoe laat mogen mensen zich aanmelden? Vanaf 11 uur mogen ze naar binnen lopen. Gratis? En het is gratis, zodat we een zo breed mogelijk publiek kunnen bereiken. Hoeveel mensen kunnen jullie accommoderen? Of zeg maar, hebben jullie een bepaalde limiet van luisteren? We willen maar 50. Nee. In de tuin van Jacana kunnen er volgens mij 5000 mensen. Ja, klopt. Dus komen jullie allemaal, want het wordt gewoon een verschrikkelijk leuk event. En we hebben ook lekker eten. Hoe zal het programma eruit gaan zien? Want we praten over fit en fun. Hoe zal het programma eruit gaan zien? Nou, we beginnen gewoon met de opening. De directeur van de sportzaken komt bij ons langs. En we gaan met hem bijvoorbeeld een beetje een golfclinic doen. Ja. En we gaan hem een kickbox workout laten deelnemen. Maar daarnaast hebben we ook nog een ice bath plug. En daarin dus voor sporters, daar kunnen de mensen ook langskomen. Maar we vergeten ook de kinderen niet, want we hebben een storytelling event. Family storytelling. We hebben ook food art voor kids. Jong geleerd is oud gedaan. Dus we maken de kinderen nu al bewust wat er mogelijk is met fruit en met groenten. Voor zij die leden aan, bij wijze van spreken, obesitas, zijn die leden aan hoge bloed en suiker, zijn ze ook uitgenodigd? Absoluut. Ja, ze zijn zeker uitgenodigd om aanwezig te zijn. We hebben een paar health consulenten die er zijn, dus daar kunnen ze zich laten testen. Het allerbelangrijkste wat wij hebben gedaan, want wij zijn gewoon een bedrijf, Be More Consultancy, die dit organiseert. We hebben natuurlijk gewoon als bedrijf een commerciële visie hierop. Maar we hebben ook natuurlijk onze maatschappelijke betrokkenheid. Dus wij hebben aan de bloedbank, die een gebrek heeft aan bloeddonoren, hebben wij de ruimte gegeven om nieuwe donoren te komen werven bij ons. Dus we roepen ook alle Saranamangs op. Kom, meld je aan bij de bloedbank die op ons event aanwezig is. En laat je registreren en geef bloed omdat we dat nodig hebben.